Welkom bij het weekoverzicht van Ettenvillossen en Hallelossen. Met deze week: grote vuurwerkvangst in vrachtwagen, nieuw coronadashboard op Hallelossen, de midwinterhoorn klinkt weer en burgemeester in gesprek met Dirk Bekke. In de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 december heeft de douane bij controle van een kleine vrachtwagen op de grensovergang 5 pallets met vuurwerk aangetroffen. De douane heeft daarop de politie geïnformeerd. De agenten stelden vast dat het illegaal vuurwerk betrof. Al het vuurwerk is door de politie in beslag genomen en de twee inzittenden, inwoners van Zwolle, zijn aangehouden. Met het oog op de komende jaarwisseling en het vuurwerkverbod dat in Nederland van kracht is geworden, worden er extra grenscontroles in Noordoost-Twente gehouden. De controles zullen steeksproefsgewijs plaatsvinden. Nieuw coronadashboard op Hallelossen. Sinds woensdag 2 december is het coronadashboard Lossen beschikbaar op Hallelossen. Hierin is opgenomen het aantal positief geteste mensen, ziekenhuisopnames en overledenen per dag en op weekbasis. Tevens bevat het dashboard ook de gegevens van de omliggende gemeentes in Twente. Het dashboard is te vinden op de site van Hallelossen onder een opvallende lichtblauw blok met de tekst Corona Dashboard Losser. De midwinterhoorn klinkt weer. Het is advent en dat betekent dat de warme klanken van de midwinterhoorn weer over Twentse land klinken. Zo ook in Lossen, waar de adventblazers zich zondagavond verzamelden om het blaasseizoen te openen. De parkeerplaats bij de Maria Geboortekerk was deze eerste adventszondag het toneel van de bijeenkomst, waarbij de leden een ode brachten aan de overleden leden Gerard Achten en Theo Hesselink. Vanwege de coronaperikelen verdeelden de blazers zich in groepjes van 2 op het kerkhof en blies men om de beurt de orlen op. De traditionele wedstrijden tussen de vele midwinterhoornblazers in Twente gaan dit jaar niet door. Wel zullen de adventblazers elke vrijdagavond te horen zijn bij de waterput bij het restaurant de Orle Apotheek en ook op de Boerenmarkt op zaterdag 19 december en de dag erna op Koopzondag. Burgemeester in gesprek met Dirk Bekke. In de wekelijkse serie Burgemeester Sia Kroon in gesprek met spreekt de burgemeester dit keer met Dirk Bekke. In het dagelijks leven is Dirk als lector verbonden aan de Hogeschool Saxion. Hij vormt samen met zijn echtgenote Mirjam het gravenpaar van de Bosduvelkus. En hij is de bedenker van de creatieve broedplaats. In het interview geeft Dirk zijn visie op de uitdagingen die de coronacrisis ons als samenleving geeft en het belang van omdenken en kansen blijven zien. Het interview is te zien op de sites van de gemeente Lossen, Hallelossen en RTV Lossen. Burgemeester Sia Kroon in gesprek met Dirk Bekke. Dirk Bekke, hartelijk welkom. Wij spreken over corona, maar ik denk dat dat het goed is als je eerst even iets over jezelf wil vertellen. Ja, dus zoals je al zei, Dirk Bekker, woonachtig in De Lutte. Lector of onderzoeksleider heet dat zo mooi bij Saxion. In de dagelijkse praktijk, in de avondpraktijk nog steeds vigerend hoogheid, regerend hoogheid van de Bosduvelkus samen met mijn vrouw. Wat betekent corona voor jou? Ja, veel. Natuurlijk net zoals voor iedereen eigenlijk. Ik moet altijd zeggen dat ik al graag probeer altijd om te denken. Het is natuurlijk is het hartstikke problematisch. En zeker in het begin, ook nog vader van 4 kinderen trouwens. Dus in die zin, maar die beginperiode, de eerste golf, zoals dat nu zo mooi heet, zwaar stressvol. Wat ik wel zie, is dat we eigenlijk heel goed heel veel dingen hebben geleerd met elkaar. In de hele samenleving dus ook heel veel digitaal hebben geleerd met elkaar. Zoals bijvoorbeeld ook dit overleg. Dus we leren daar ook wel heel veel van. En carnaval is natuurlijk dit jaar ook een heel, hoe zou ik het zeggen, heel lastig verhaal. Het goede nieuws wat we van de week hebben kunnen lezen is dat jullie geld hebben gekregen voor de creatieve broedplaats in de carnavalsloodsen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, met name het gezamenlijke bouwen daaraan en techniek, creativiteit en kunst komt daar samen. Ja, dan komt daar dat stuk innovatiemanagement van mijn kant bij. En toen kwam daar een kans op die creatieve broedplaatsen. Dus die kennis en kunde die we als Saxion hebben, kunnen we ook gewoon beter en makkelijker toegankelijk moeten we eigenlijk toegankelijk maken. Door het dorpslab te creëren. Dus door gewoon die kennis en kunde en alle, ik noem wel eens de speeltuin wat ik dan heb als lector, hier naartoe te brengen. Dus dat is het idee van deze creatieve broedplaats van het dorpslab. Ja, gezamenlijk aan het experimenteren om te zien wat kunnen we daarmee. Geweldig hoor. Ja. Heb jij misschien ook nog een boodschap voor ons allemaal als inwoners van de gemeente Losser?
Met name denk ik zit dat op dat aspect, is het omdenken en denken in kansen. Moet die medaille om te draaien zijn naar iets positiefs. Dat is denk ik de schone kunst, net zolang blijven doordenken hoe je daar ergens iets positiefs uit kan halen. Dus dat is voor mij de boodschap, innoveren en proberen het goede kant te pakken van dezelfde medaille. Dankjewel Dirk voor dit inspirerende verhaal. Oké. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Dit was het weekoverzicht van RTV Lasser en Halle Lasser. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.